Als we uitgaan van het huidige gedrag van de Surinaamse samenleving ten aanzien van het niet opvolgen van de social distancing en hygiëne maatregelen, is het mogelijk dat wanneer community spreading plaatsvindt en wij één besmette persoon hebben, die binnen een week voor ongeveer 3 besmettingen zal zorgen. Dat wil zeggen, als wij vandaag 1 persoon ontdekken waarbij de bron niet in beeld is, bestaat de mogelijkheid dat deze persoon binnen een maand voor meer dan 25.000 mensen kan besmet hebben. Van deze meer dan 25.000 zullen er ongeveer 4.000 mensen opgenomen worden als we kijken naar de percentages die wereldwijd gangbaar zijn. En van die 4.000 zullen ongeveer 1.300 belanden op de intensive care unit, waarvan ongeveer 700 dood zullen gaan. Wij hebben hier geen capaciteit voor. Als we kijken naar de jongwang, de tapastrati, en vier feest, na een partial lockdown, op een get-together, na een party, lockdown party, als man in orde naar de maatregel, om ik kwam in berekening, zijn kampsa, als je in orde naar de maatregel, als je in orde schrijf naar de maatregel, hoe kan ik besmet ongeveer 25.000 sma in Sranang. En voor de 25.000 sma in Sranang zou ik besmet ongeveer 4.000 om moest steken op in Atoso. En ongeveer 1.500 sma op dit tapa IC. En we op ongeveer 700 sma zou dit doen. Met actie baka. We horen ook naar de regels. Want dit is aan ook jouw regering je doen. Je doet die schrijfie. We willen wederom benadrukken. Hou afstand. Goede hygiëne. En hou alle maatregelen in acht. Let wel. Bij deze berekening. Het is een grove berekening op dit moment. Bij deze berekening. Is de. Met de factor partial lockdown gaat dat ongeveer al met 40% omlaag. Met social distancing en met de hygiëne en de maatregelen daaromheen dropt het nog meer.